Voor degene die wel eens naar de Sopranos kijkt, je ziet dit recept wel eens voorbij komen. Ziti. Dat is een pasta gerecht die Carmella altijd Tony voorschotelt. En ik ga het nu een keer namaken. Saus. Wat olijfolie. En wat fijn gesneden spek. Laten we even zachtjes pruttelen. Nou, ik heb hier water aan de kook. Doen we pennen in. Maakt eigenlijk niet uit welke pasta je gebruikt. Ik heb hier een gedroogde gekozen, omdat die nog in de oven gaat ook. Koken we even 8 minuutjes. Ik heb hier gehaakt. Daar doe ik witte wijn bij. En dat kneed ik dan. Dan voeg ik later nog peper en zout toe. Een beetje ongebruikelijk, hè? Kennen wij niet echt wel op die manier gehaakt maken. Maar goed, we zien. We hebben hier dus de bacon of de spek. Die is nu een beetje aan het pruttelen. Voegen we even 2 tenen knoflook bij. Mooi te zijn, er zijn die knoflook. Allebei, als je het allebei eet, stink je allebei. Nooit te lang bakken, want knoflook wordt bitter. En doen we de gehakt er ook bij. Allemaal op laag vuur. Dan gaan we dat even aanbraden. De pasta afgegoten. Spoel ik hem maar even met koud water af, zodat het niet plakt. Heb ik hier een bol mozzarella, die ga ik raspen. Die gebruiken we zo meteen in de oven. Het vlees is halverwege. Nu gewoon wat groenten erbij doen. Ik heb hier gewoon gekozen voor kant-en-klare roerbakmix, Italiaanse. Want als je dat allemaal los moet gaan kopen, een courgette en paprika. Ten eerste heb je dan veel te veel en dan ben je veel meer kwijt. Dus ik doe de helft van die zaak ook erin. Altijd eerst even aanbakken weer, dat het smaak vrij kan geven. En dan gaan we het verder afmaken. We brengen het even op smaak met wat zout en peper. En dan voegen we dat rode wijn toe. En dat laten we helemaal verdampen. Het alcohol er ook uit. Dan maken we de saus af met wat passata, gezeefde tomaten. Had je niet wijs maken dat het met verse tomaten moet. Die zijn veel wateriger. Dat is totaal niet smaakvol. Dan laat het nog even een kwartiertje doorpruttelen. Is de saus in principe af. Nou, de saus is klaar. Dan gaan we hem opbouwen. Dan doen we eerst een klein laagje in de pan, of in de ovenschaal. Verdelen we zodat die niet aan gaat plakken. Het is eigenlijk net als een soort lasagne. Met allerlei laagjes. Maar dan gaat hier een keer ricotta kaas. Daar gaan we ook een laag mee doen. Er zijn drie verschillende kaas komen erbij. Dus het is best wel een calorie-rijk gerecht. Verklaart ook waarom Tony Soprano zo dik was natuurlijk. Dan doen we de helft van de pasta. Die doen we erover. Gevolgd door weer een laag saus. Dat is de resterende saus eigenlijk. Even delen.
andere helft pasta erop. En mooi verdelen. En dan hebben we nog de geraspte mozzarella. Dat is de tweede kaas. Het is echt wel heel lekker, moet ik zeggen. Ik heb het al vaker gemaakt. Ik kan het niet anders met zoveel vette dingen. En dan maken we het af met parmezaanse kaas. Ook nog even. Dan gaat hij al in de oven. Maken we mee. Die kaas gaan smelten. We maken het te krokant. Dan gaat hij 20 minuten in de oven op 200 graden. Nou, dit is het resultaat. Dan gaan we eerst maar eens van smikkelen. Volgende keer gaan we weer barbecue als het weer een beetje beter wordt. Tot ziens.